Kijkers, van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Nationale Commissie Jubileumjaren blikt vooruit op komende activiteiten. Telesuur beijvert zich voor bezuiniging en verhoging efficiëntie. President Santokki tekent condoleansregister voormalig interim staatshoofd van Haiti. Leerkrachten en leerlingen van Nikeri en Marowijne ingewijd in Systems project. En bankbiljetten van 200 SRD en 500 SRD moeten monetair gemak vergroten. De Nationale Commissie Jubileumjaren heeft op donderdag 17 augustus een regulier onderhoud gehad met president Chandrika Persat Santokki. Partijen hebben daarbij vooruitgeblikt op de komende activiteiten zoals de Verbroederingsdag, het Vosting Kukru Festival en de herdenking van de Chinese immigratie. Stanley Dijksteel is ondervoorzitter van de Nationale Commissie. Hij stond de Communicatiedienst Suriname als volgt te woord. Van tijd tot tijd hebben wij meetings met de president. Vanaf het begin is het afgesproken bij de installatie van de commissie dat we iedere keer na elke activiteit met de president evalueren en bespreken hoe we naar de volgende activiteit toe gaan. Want u weet, over het hele jaar door zijn er activiteiten gesmeerd. We hebben net de Japanse immigratie gehad, de inheemse dag hebben we gehad en de Portugese herdenkingsdag, de herontdekking van de Portugezen in Suriname, zoals men het nu al zegt. We hebben nog niet, omdat het zo allemaal kort op elkaar was, hebben we binnen de commissie geen in-depth de evaluatie kunnen doen. Want we staan nu voor een volgende activiteit. Maar die evaluatie komt nog. En dan zullen wij de president ons evaluatieresultaat ook doen toekomen. Vandaag hebben we ons gefocust op de Vosting Kukru die komt. En de Vosting Kukru die geleid wordt vanuit van het ministerie van Onderwijs, de afdeling Cultuur, onder directoraat Cultuur, onder leiding van mevrouw Daan. En daar hebben we het een en ander aan hem gerapporteerd wat ons te wachten staat. Ook hebben wij aangegeven hoe ver we staan met het organiseren van de Verbroederingsdag. De Verbroederingsdag van 21 september 2023, die wij vanwege het feit dat de president in de VN zijn speech moet doen en 22 september pas terug is, gaan wij dat verschuiven naar 23 en 24, het weekend van 23 en 24 september. Maar daarover krijgt het publiek nog de nodige informatie. Zijn tevredenheid uit hij direct nadat de activiteit is geweest. En tot nu toe is hij tevreden, maar hij houdt altijd de vinger aan de pols van de commissie van hoe gaat dat, hoe zit dit en dat hij een doel voor ogen heeft. De eenheidsgedachte moet duidelijk tot uiting komen en hij probeert daar echt wel grip op te hebben en dat lukt ook. Hij heeft enkele kanttekeningen geplaatst op onze rapportage van wat de Vosting Kukru gaat inhouden en we hebben dat allemaal meegenomen en nota van genomen en we gaan zijn kanttekeningen in uitvoering brengen. De commissie heeft dan nog de kwestie van de Chinese immigratie in oktober. En daarna heeft de commissie verschrikkelijk veel huiswerk, want dit moet in een duidelijk jubileum, let wel geen plakboek, maar een jubileumverslag komen, zodat de zaak geïnstitutionaliseerd kan worden, waardoor overige commissies hier ook kunnen voortborduren. En dat houdt in, gaan naar de bron, de oorsprong van hoe is het gegaan, hoe is het ontstaan, wat doen we allemaal en wat wordt van je verwacht in de gemeenschap. En hoe kun je in volgende activiteiten op deze basis verder gaan? Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, zet zich in om op verschillende gebieden te bezuinigen. Tegelijkertijd werkt de provider aan het verhogen van de efficiëntie in de dienstverlening. De leiding van Telesuur heeft op donderdag 17 augustus haar bezuinigingsplan en uitbreidingsvoornemens aan president Santokki gepresenteerd.
Directeur Mike Antonius zegt dat Telesur zich zal buigen over de voorstellen van het staatshoofd. Het doel voor vandaag is met name geweest om in te gaan op een verzoek dat we vanuit de overheid hebben gehad om met name steeds meer te werken aan meer efficiëntie en met name ook zeg maar te kijken naar ons bestedingspatroon. En dat is een verzoek geweest naar alle parastatale bedrijven, waaronder ook Telesur. En wij zijn zelf ook hier al de hele tijd mee bezig. Ik heb een presentatie gehouden om aan te geven de stappen die we aan het ondernemen zijn om op verschillende gebieden te bezuinigen. Dat is één. En in tweede instantie ook te kijken waar kunnen we efficiëntie verhogen. Dus daar is bij ons vandaag voornamelijk de focus geweest. En tegelijkertijd is er ook een behoefte aan steeds meer uitbreiding van breedband telecommunicatiediensten. En in de presentatie van vandaag heb ik ook uitgelegd dat we bijna 80% van al onze telecommasten we LTE mobiel internet hebben. Breedband mobiel internet met snelheden die variëren tussen 50 en 100 mbps. En dat we fiber to the home aan het uitrollen zijn landelijk. En dat dat project zeg maar rond oktober, november dit jaar wordt opgeleverd. De president was met name ingenomen over het aspect wanneer het gaat om de uitbreiding van de telecommunicatiediensten. Omdat het voor hem belangrijk is dat iedere burger, als het gaat om telecom en om internet, daarvan gebruik kan maken. En aan de andere kant kijkt de president ook altijd naar hoe kunnen wij met name de kwetsbare groepen in de samenleving beschermen als het gaat om tarieven voor gebruik van internet. Hoe we nu al erop inspelen is dat we sociale pakketten hebben. We hebben sociale pakketten die we aanbieden voor snelheden tot en met 5 MB... waar de kwetsbare groepen gebruik van kunnen maken, om het even zo te verwoorden. Maar daarnaast hebben we ook nog een situatie waarbij we vanaf februari de centrale bankkoers niet meer volgen voor onze diensten. We hanteren een koers van 32,71 sinds februari. Dus daarmee komen we al hele grote groepen tegemoet, omdat de koers van vandaag rond de 38 is. Dus we zullen nog kijken naar wat voor andere mogelijkheden er zijn. En er is een terugkomdag gepland. Na deze meeting met de president zijn nog wat vragen aan ons gesteld. Daar gaan wij ons over buigen in de komende periode. En rond over 3 weken ongeveer zijn we dan weer hier terug. President Santokki heeft op vrijdag 18 augustus zijn medeleven betuigd in verband met het heengaan van de voormalige Haïtiaanse president Boniface Alexandri. Het staatshoofd heeft samen met andere functionarissen het condoleansregister getekend op het Haïtiaanse consulaat. Boniface Alexandri is van 2004 tot 2006 interim president van Haiti geweest. Hij verwisselde op 4 augustus jongstleden op 87-jarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige. Thank you.
opdracht van de Islamic Development Bank en in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt momenteel in Suriname het Systems-project uitgevoerd. Dit project is bedoeld om het invoeren van wetenschap, technologie en techniek in het onderwijs te ondersteunen. Trainers betrokken bij het Systems-project hebben op zaterdag 12 en maandag 14 augustus respectievelijk de districten Nikeri en Marowijne bezocht. De Centrale Bank van Suriname brengt in 2024 bankbiljetten van 200 en 500 SRE in omloop. De noodzaak hiertoe is ontstaan vanuit de macro-economische ontwikkelingen in de achterliggende periode. Enkele hiervan zijn de grotere vraag naar chartaalgeld en de intensieve verwerking van bankbiljetten. Lucien Nijman, coördinator bankbedrijven en bankaire zaken van de moederbank, zegt dat dit besluit een bepaalde impact zal hebben en voor een zekere mate van gemak zal zorgen. In de bankwet 2022 zijn de doelstelling, de taken en werkkring van de bank vastgelegd. In artikel 10, lid B van de bankwet, heeft de bank tot taak het verzorgen van de chartale geldsomloop. In hetzelfde artikel, lid G, is een volgende taak en dat is het bevorderen van de goede werking van het binnenlands en buitenlands betaalverkeer van Suriname. In artikel 15 van die wet, lid 1, staat dat de bank met uitsluiting van ieder ander gerechtigd is tot het uitgeven van bankbiljetten in Suriname. Op grond daarvan heeft de bank besloten naast de reeds bestaande coupures van SRD 5, SRD 10, SRD 20, SRD 50 en SRD 100 een coupure van SRD 200 en één van SRD 500 toe te voegen. Wat is de noodzaak ervan? De noodzaak is ontstaan uit macro-economische ontwikkelingen die we in de achter ons liggende periode hebben gehad. Ik denk dat de directeur daarover later meer zal vertellen. Die inflatie die we hebben gehad de afgelopen jaren, u bent er zeker bekend mee. De geldontwaarding, dan refereer ik naar de ontwikkelingen in onze wisselkoers vanaf de SRD tot nu toe. De vraag naar chartaal geld. En die vraag, het loopt voor een groot deel via ATM's, u weet het zelf. En die vraag is zodanig dat u zelf merkt dat de ATM's of leeg zijn of er zijn lange rijen. En natuurlijk, die circulatie die er nu is, die vereist zoveel arbeid bij de verwerking van de biljetten wanneer ze worden ingenomen door de banken of door de centrale bank zelf. De toevoeging van deze twee biljetten zal zeker een bepaalde impact hebben. En dan denken we aan een stukje efficiëntie die het teweeg zal brengen. Afwikkeling van transacties zal efficiënter kunnen, niet alleen vanwege de banken,
maar ook vanwege het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan met minder bankbiljetten de transacties afwikkelen. We lopen dan niet meer met stapels geld, hoewel de overige coupures in circulatie blijven. Ja. En natuurlijk minder transportvolume en besparing van kluisruimte. Het levert ook een zekere mate van gemak. Snellere afwikkeling van de transacties bij geldautomaten. U kent die machines, ze tellen langer. En met de iets grotere coupures zal het waarschijnlijk efficiënter gaan. Sneller afwikkeling van transacties. En natuurlijk ook een kostenbesparing. Geld kost geld. En het drukken van kleinere coupures kost niet veel minder dan de grotere. Dus een behoorlijke besparing in drukkosten voor de centrale bank. En natuurlijk tijd- en kostenbesparing bij het sorteren van de bankbiljetten. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.